reactie krijgt op je e-mail. Veroordeel de klant dan zeker niet, maar kijk wat je zelf beter zou kunnen doen. Maar vertrouw vooral, als je bijvoorbeeld een mobiel telefoonnummer hebt, vooral op sms, whatsapp en op andere social media kanalen, om de klant te zoeken, om in contact te komen, om dat eerste gesprek, dat ingesprek gesprek te hebben, om te komen tot de volgende conversie. En dat is natuurlijk nog steeds die afspraak. Ja, ja. Nou, Romy, ik hoorde net dat jij 100 afspraken hebt gemaakt deze maand. Ja, zeker. We zitten pas in de, net de derde week, dus gaat zeker goed. Hoeveel is het doel? Nou, als we zo doorgaan, dan hoop ik toch al boven de 160 te komen. Maar dat is natuurlijk een doel, hè. Oké, nou. Dan hou ik je aan de gaten de komende weken en dan ga ik het helemaal bijhouden. Nou, sterker nog, ik zei vorige week dat we deze maand 150 afspraken zouden komen. Dus ja. Ik zei gewoon dat het niet ging lukken. En wat denk je nu? Ja, nu ik denk wel dat het moet lukken, ja. Heb je een leermeester gelijk? Ik hoop het. Ja, moet meer vertrouwen hebben, tot. Ik heb 100 op 8 deze maand, het scheelt. Iemand toch? Ik moet even eentje aan de job maken. Oh, mag niet. Wat is het nou, joh? Ja, geen afspraak, hè? Nee, dat gaat voor mijn school dan. Komt zo wel, jongens. Man. Dat was zijn nog een stapje aan. Jongen. Ja. Dan gaat het weer, hè? Ik had zoveel vertrouwen in jou, dat jij mijn schrijven voor ons had. Laten we zitten. Als je niet van de meeste wil leren, prima. Hey Paul, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Welkom op deze kleine update op de DCD Week. Het is woensdag en de afgelopen twee dagen ben ik op pad bij wat Lauwman winkels in Cluster Amsterdam. Waar ik alle winkels afga, praat met de salesmanagers om te kijken hoe we ze beter kunnen helpen met de leadopvolging. We zitten al boven de minimale norm wat we ons hadden gesteld 3 jaar geleden. En nu gaan we proberen om alle winkels boven de 20% te krijgen. En dat doen we samen met de salesmanagers, met de directie en met de importeur om te kijken welke tweaks we nog kunnen maken, welke verbeteringen we nog kunnen maken per winkel. De ene winkel heeft een andere begeleiding nodig dan de andere winkel. Maar al met al komt het allemaal wel neer op de verkoper en hoe hij het gesprek voert. Ten eerste aan de telefoon nadat de lead is gecreëerd op de website. En hoe ga je dan die eerste dialoog aan? Wat vertel je? Wat zijn de voordelen voor de klant om dus langs te komen? En daar ga ik het gisteren al over hebben en vandaag uiteraard weer. Ja, hoe vraag je nou om een 06-nummer? Wij bij deze week zien. Ik ga niet allemaal meisjes op niet gaan vragen. Hoe vraag je het autobedrijf nou om een 06-nummer? Dat is natuurlijk de vraag. En wij bij Ellis maken heel vaak mee dat klanten zeggen: ja, ik wil liever via de chat communiceren. Ik wil liever via de marktplaats-app communiceren. Via Tinder. Allemaal prima. Of via Tinder, inderdaad. En nu hebben wij iets moois gemaakt. Klanten, als die dat zeggen. Dan gaat de Marktplaats chatbot die wij hebben, Alice heet zij, die zegt dan: hallo, je hebt zojuist aangegeven niet je nummer te willen geven, zeg maar. Echter, kan het autobedrijf niet samen in deze chat. Zou je toch nogmaals je 06-nummer kunnen doorgeven? Dus hij vraagt het eigenlijk 2 keer. En heel vaak bij 80% van de gevallen zien we dat de klant dan zegt: oké, nou ja, via WhatsApp communiceren vind ik prima. En dan geeft hij toch zijn 06-nummer door. En dan heb je toch een telefoonnummer. Hallo, hier een update van mij, een keer van even een hele andere plek. We zitten in de automotive. Nou, ik heb ook een auto waar ik goed voor moet zorgen. En op dit moment zit ik in de Basstraat. Eventjes uitrusten en ik moet even opletten, want ik ben er bijna doorheen, dus ik moet weer gaan starten. Maar ook dat is belangrijk om te doen, je auto up-to-date te houden. Fijne dag! Welkom bij deze de week. Ik ga even een update geven vanuit de Carmen. Ik ben samen met mijn fotograaf Paul, die nu achter de camera staat, aan het shooten, zeg maar. Allemaal content voor Google My Business, pagina van Carmen. Voor Carmen website, maar ook voor de socials, zodat we echt nieuwe relevante content hebben die we kunnen posten. Ik ga even laten zien hoe het hier uitziet voor onze kijkers. Kijk, ik kan even een shotje maken zo.
Yo, Pau. Laat even zien wat je hebt gemaakt. Hier zo bij Carmen. We hebben het al even gezet, de editor hier in het hok. Nou, dus kan jij even één specifieke foto even waar je denkt van nou, die is wel mooi. Bijvoorbeeld die ene die je net liet zien. Zeker. Oh, daar komt iemand van Carmen achter gelopen. Kijk, dat zijn gewoon mooie topfoto's natuurlijk. Even kijken hoor. Ja, dit is ook een informele sfeer bij Carmen. Lekker in de pauze kan je darten met elkaar of je kan even gaan poelen. Super leuke werksfeer. En ja, top man. Ziet er goed uit. Wat hebben we net gedaan? Dat hebben we net gedaan. We zijn bij Carmen Automotive BDC geweest, zoals je net kon zien in het vorige shot van de DC de Week. We hebben foto's gemaakt, want jij bent natuurlijk de fotograaf die we af en toe inzetten om, dingen te promoten. Om foto's te maken voor onze events, zoals we nu ook weer een event in maart hebben, op 23 en 24 maart 2022. Dus hebben we nu dus ook foto's gemaakt voor Carmen. Oftewel foto's voor de Google My Business pagina, want die was verouderd. Maar ook voor de socials, voor de website. Dus we hebben echt de website erbij gepakt en gekeken van oké, welke pagina's kunnen we dan een betere header gebruiken? Wat voor foto gaan we daarvoor maken? Widescreen, et cetera. Dus ja, daar ben je flink mee bezig geweest toch, Paul? Ja, zeker. Nou, super. Dus nu rijden we weer naar huis toe. Naar het huis van DCDW. Oftewel kantoor. En dan gaan we nog wat foto's maken van onze nieuwe belettering van ons pand. Nu is eigenlijk alles zo goed als klaar binnen ons pand. Waardoor we dus echt weer nieuwe productfoto's kunnen maken voor onze eigen DCDW. Google My Business pagina. Die we dus ook wekelijks updaten met de laatste nieuwe foto's die we maken. Hey, goedemorgen voor de DCDW week. Het is nu vrijdagochtend rond de klok van 7:30. Koffie loopt. Ik heb zometeen om 9:00 een afspraak met een aantal Toyota dealers. Dat doen we elke vrijdagochtend, de sales meeting op vrijdag. Dat is een kwartier lang, waarbij ik een 1 of 2 highlights eruit wil halen van waar we op moeten letten in de sales, in de lead opvolging. En nou, ik heb altijd wel, hoe raar het ook klinkt, een uurtje nodig voor de voorbereiding voor een meeting van een kwartier. Dus ik ga er maar aan beginnen.